Stichting Diandessa heeft afgelopen zaterdag het Gotong Royong monument onthuld. Het monument staat op het Diandessa project in het district Para. Bij de organisatie die afgelopen zondag haar 25e jaardag herdacht, staat de zelfwerkzaamheidsgedachte centraal. Het Gotong Royong monument, dat betekent zelfwerkzaamheidsmonument, zal de toekomstige bewoners hieraan moeten herinneren. De voorzitter van Diandessa, Edward Rejopawiro, gaf aan dat het monument alle offers die gebracht zijn door bewoners van het project symboliseert. Wat wij eigenlijk doen als organisatie, als niet-governementele organisatie, is in feite een overheidstaak. Het brengen van leefbaarheid, van woongenot in de omgeving. Maar wij willen niet wachten op de overheid. En wij willen de mensen ook stimuleren om zelf zaken aan te pakken. Toen wij van start zijn begonnen met dit project, dus dat was 16 jaar geleden in het jaar 2000, hebben we alles zelf bekostigd. We hebben de wegen zelf gemaakt, we hebben samen naar de regering gegaan om te vragen naar die beschikkingen. De elektrificatie hebben we ook aangelegd. Uit eigen moeite, maar niet alleen maar voor het Diandessa-project, maar ook voor de omliggende omgeving. Want dat is die gedachtegang van die samenwerking. Wat we verder hebben gedaan is die watervoorziening. En nu zijn we bezig met de M-Foundation, zoals meneer Moestijl aanhaalt, om hier een toeristisch centrum op te zetten. Een toeristisch centrum waar we gebruik zullen maken van de mogelijkheden die de omgeving zelf biedt om zelf creatief te zijn. Als wij elkaar meer respecteren, meer waarderen en meer erkennen, dan gaat u vanzelf zien dat we daardoor het land verder kunnen ontwikkelen en tot grote hoogte brengen. Namens het bestuur van de M Foundation, in samenwerking met de Sabah Mustajab Foundation, gevestigd in Indonesië, Jakarta, hebben wij aan het bestuur van de stichting Diandessa gezegd: als u een projectdossier maakt om hier dus tot uitdrukking te brengen wat u wilt doen, dan willen wij nagaan in hoeverre wij daarin kunnen ondersteunen. En ik hoop dat dit jaar nog het projectdossier in orde komt, zodat wij dit stukje verder kunnen ontwikkelen, gebaseerd op de ervaringen die de stichting Diandessa tot nu toe heeft op het gebied van samenwerking. In verband met het 25-jarig bestaan van Diandessa hebben 25 personen een plakkaat in ontvangst genomen. De eersten die een herdenkingstuk ontvingen waren de Indonesische ambassadeur Dominikus Supratiko, Suwarto Mustaja, voorzitter van de M Foundation, en de DC van Para, die zich liet vertegenwoordigen door Marvin Musan van de bestuursdienst. Musan haalde aan dat de burgervader heel blij is met de manier waarop Stichting Diandessa mede helpt bouwen aan de ontwikkeling van Para. De DC zegt dat hij weet dat het beleid niet gericht kan zijn op alle gebieden, alle woonwijken, maar dat de ondersteuning van deze stichtingen onontbeerlijk zijn en bijdragen aan de ontwikkeling in het totaal district. De DC spreekt de erkenning uit op de manier waarop Diandessa helpt op cultuurgebied, op productiegebied, maar ook op huisvesting. Marvin Musan van de bestuursdienst van Para zag u daarnet in beeld. Hij vertegenwoordigde DC Armand Jurel afgelopen zaterdag bij de onthulling van het Gotong Royong monument op het Diandessa project.